Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. President Santokki opent nieuwe waterschapskantoren. Justitieminister Amoxie informeert Nigeriaanse pers over actuele zaken. Vierde foodbasket geopend in Nikeri en ROS draagt beheer DC Samson Sportcomplex over aan buurtorganisatie. In het kader van het duurzame landbouwproductiviteitproject heeft president Chandrika Prasad Santokki de officiële opening verricht en de sleutels overhandigd van drie nieuwe waterschapskantoren aan de voorzitter van het waterschap Paradise, Rajinder Kumar Ramadim. Dit project is 2 jaar teruggestart met het doel de productiviteit in de rijstsector omhoog te brengen en om de concurrentiepositie van Suriname te verbeteren. De activiteit vond plaats op zaterdag 27 april op het waterschapskantoor aan de Fredericiweg in Paradise. Yes, 4 years ago, we started at administration and we took over a bankrupted country with an economic growth of -16%. -16%. And we couldn't start at that time with those types of projects. Despite the strong need, despite the challenges, despite the availability of technical assistance and support, because such type of projects should be fit in a comprehensive and integral strategy of the country. And our strategy was to start with the restructuring of the country, to implement a reform program. And I'm very happy to hear that today we'll not have only a house, I just heard more houses for the water board system, organization, and the people. But today we'll have also a home for the water board organization and system, with good coordination, with good organization, with designs procedure, with control mechanisms, with water masters. I just heard, with also sanctions, which should be in place if people will not follow the instructions of the water board. And that is what we are welcoming and embracing today, a house and a home for sustainable water control and water management system. Congratulations and thanks IDB, thanks ICA, Minister, thanks. En nu naar jullie allemaal. Ik weet dat jullie allemaal verstaan hebben. Maar het is belangrijk dat we dit project plaatsen in die grote integrale ontwikkeling die wij als land voorstaan.
waarover ik later ga praten. Vanavond ga praten. Maar vandaag wil ik alleen aangeven, Nikeri. Hoe belangrijk Nikeri is in de rijstproductie, in die agrarische productie. Hoe belangrijk Nikeri is voor de voedselzekerheid. Hoe belangrijk Nikeri is voor de economische ontwikkeling. Hoe belangrijk Nikeri is voor die werkgelegenheid. Hoe belangrijk Nikeri is voor ons als land. En dat wij als regering alles gaan doen om die rijstsector te laten groeien en groeien en groeien. Ondanks die uitdagingen van klimaatverandering, van droogte, van waterproblemen, we gaan die sector moeten beschermen en ondersteunen. Er zijn veel issues geweest afgelopen tijd. Vanaf Wageningen pomp, Wakai pomp, aanleveren van water, binnenstromen van zoutwater, verzilting, rattenplaag, achteruitgaan van kwaliteit van de zaad, achteruitgaan van die productie. Alle uitdagingen zijn er geweest. Maar we waren er als regering en we zijn een regering om die problemen op te lossen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft tijdens een dienstbezoek aan het district Nikeri een persconferentie gehouden om de lokale pers te informeren over verschillende zaken, waaronder de recente regeringsraadvergadering en ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit in het district. De persconferentie vond plaats op donderdag 25 april en werd bijgewoond door districtscommissaris Sendrita Gobardhan en directeur Sharma Lakisaran van Justitie en Politie. Zoals reeds aangehaald door de DC, ben ik dus op werkbezoek. We zijn donderdag aangekomen en gelijk daarna hebben we dus een bespreking gehad met de DC. Als burgermoeder is ze verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in het district. En daartoe heeft ze het Korps Politie Suriname en de brandweer. Maar ook voor wat betreft de algemene veiligheid heeft de DC ook een verantwoordelijkheid dat het goed gaat in haar district. En vandaar ook hebben we issues besproken die te maken hebben met de criminaliteitontwikkeling hier in het district. En welke maatregelen er eventueel getroffen zouden kunnen worden om een upgrade te geven, om een boost te geven aan de beleving. Het veiligheidsgevoel van de Nikeriaanse burger. Wat hebben we besproken? Voor wat betreft het functioneren van de politie, tevreden relatie, maar daarnaast de versterking. We zouden hier bijvoorbeeld de reservepolitie kunnen introduceren ook. Daarover hebben we ook gesproken, hoe we deze opleiding zouden kunnen faciliteren. U weet bijvoorbeeld dat ik commissaris Chakot heb benoemd als landelijke coördinator reservepolitie en ook de verzorging van BAVP training. In dat verband heb ik hem ook, zal hij ook contact opnemen met de DC, ik weet niet of dat al gebeurd is, om daarover te praten. Bijvoorbeeld, we hebben ook gesproken over de behoefte aan buurtmanagers.
In het district. Er was een buurtmanager hier, maar die heeft zich teruggetrokken. Maar we zullen, dus de politie zal samen met de DC nagaan hoe ze zo snel mogelijk invulling daaraan kunnen geven. Ook de bikers unit, om de bikers in het district te versterken, om die unit te versterken. Ze zijn al hier. Dus bepaalde onderwerpen die ik ga bespreken, heb ik ook al besproken met de regiocommandant, meneer Jeffrey, met meneer Jeffrey van Kooten, om samen met de DC na te gaan hoe invulling kan worden gegeven aan deze issues. We hebben ons ook georiënteerd op de backtrack route en ook gekeken naar welke faciliteiten daar gebruik geïntroduceerd zouden kunnen worden om eigenlijk een effectiever optreden van de politie, van de militairen al daar. We hebben ook gesproken met de boothouders en zij hebben ook aangegeven hoe zij het vinden om daar hun onderneming te hebben. Ik heb ook met de DC besproken de issue van eventuele tolbetaling bij de Hienaarbrug. Dit is natuurlijk iets dat eigenlijk, ik weet niet in hoeverre dat al gedaan wordt in Suriname, tolheffing bij bruggen. Het zal waarschijnlijk een hele hot issue worden om te bespreken, maar we kunnen niet gratis blijven rijden over de bruggen die we allemaal hebben. Ja, ik zal ook sowieso dit onderwerp zal ik ook bespreken met mijn collega van OWI. Eigenlijk in veel landen moet je een tol betalen bij bruggen. Maar we zien dat dat als zodanig niet gebeurt in Suriname. Maar het is toch wel een issue om naar te kijken, omdat je eigenlijk de onderhoud van bepaalde zaken, kan je ook een bijdrage vragen van de gemeenschap om daarmee te helpen. Dat was zo het gesprek met de DC. Ik weet niet als ik iets ben vergeten, maar tijdens de vraagstelling zou u waarschijnlijk daarop kunnen komen. Ja, we hebben ook gesproken over het vestigen van een dependance van de vriendelingenzaken in Nikeri. Er zijn wat issues met personen hier in het district voor wat betreft hun papieren. Los van het feit dat mensen dus hun verzoeken indienen, online indienen, heb je eigenlijk de kortsluiting met de aanvragers die eventueel helemaal naar Paramaribo zouden moeten afreizen om invulling te geven aan de verdere vragen vanuit de afdelingen van vreemdelingenzaken. En we menen dat als we een dependance hier hebben, dat we de service naar de mensen kunnen brengen en dat we op die manier ze kunnen tegemoetkomen. En gisteren heb ik dan bezoeken gebracht aan de politie, waarbij de regiocommandant meneer Van Kooten, commissaris Van Kooten, samen met zijn management mee te woord hebben gestaan. En we hebben over tal van zaken gesproken die het functioneren van de politie toch wel stagneren. Niet dat ze geen goed werk hier doen, maar er zijn toch wel wat verbeterpunten. Blij om te vernemen van de regiocommandant dat ook hier in het district Nikeri de operatie Zero Tolerance wordt uitgevoerd. En de resultaten worden dus dagelijks opgestuurd, gecommuniceerd met Paramaribo.
met de korpsleiding. Issues die ze hebben voorgelegd, namelijk er zijn heel wat vervallen dienstwoningen in het district. Het gevolg daarvan is dat je een stagnatie krijgt in een effectieve detacheringsbeleid. Er wordt, ja, ik ga niet zeggen klagen, maar er wordt wel erover gesproken dat politieambtenaren en ook andere ambtenaren van het ministerie, van de andere korpsen van het ministerie, te vaak te lang in het district blijven werken, waardoor je een soort ineffectief optreden uitgaat van ze. Omdat, ik heb het eerder aangehaald, als je familie wordt in het district waar je dient, in het bedieningsgebied, dan hebben we eigenlijk niet veel aan je. Toch als politieambtenaar of als KPI-ambtenaar. Dus daarin moet zeker verandering komen. Oplossing is natuurlijk dat we de dienstwoningen gaan rehabiliteren, renoveren. En dan ook wel nieuwe erbij kunnen bouwen. Er is ook gesproken over het verouderd wagenpark van de politie hier in het district. Eigenlijk niet alleen hier in het district, overal in het land heeft de politie uitdagingen met voor wat betreft logistiek. Ook hierin moet er verandering komen. We hebben ook gesproken over intelligence in het district Nikeri. Mij is kenbaar gemaakt dat er verschillende inteldiensten functioneren in het district, maar dat die communicatie en de eigenlijk het delen van informatie dat niet wordt ingevuld. Gesproken hebben we ook over de controlepost Burnside en hun effectiviteit. Dat is ook een issue. Los daarvan hebben ze daar ook een issue natuurlijk met huisvesting. Want als wij verwachten dat de mensen goed werk voor ons moeten doen, moeten we ze ook goed huisvesten als overheid. Dus dat moet ik wel aanhalen. Een oplossing die hiervoor bedacht is. Ik heb met de DC van Coroni overleg gehad. En hij heeft me dus toen geïnstrueerd om mijn collega van Volksgezondheid te benaderen. Aangezien Volksgezondheid woningen heeft in het district Coroni. En ik heb met mijn collega gesproken. En hij zal 2 dienstwoningen van zijn ministerie ter beschikking stellen. Om manschappen, misschien uit Paramaribo, misschien uit Saramaka, te huisvesten daar. Zodat zij de diensten op Burnside kunnen doen. Ik moet evenwel erbij vermelden dat het de bedoeling is dat de controlepost op Burnside zal worden verplaatst naar de Koppenamepunt. En dan zal de aanvoer van manschappen ook uit Paramaribo, Saramaka en andere plekken geschieden. Er is ook gesproken over de afdeling Maritiem Nikeri, dat ze eigenlijk ook materieel nodig hebben om hun diensten te doen. Nu hebben ze maar 1 vaartuig en geen zeewaardige. U begrijpt, er gebeuren ook illegale activiteiten diep in de kust. En we zouden dus in staat moeten zijn, de maritieme politie Nikeri zou in staat moeten zijn om daarin te grijpen. Verder hebben we gesproken over het functioneren van het verkeersunit Nikeri, de bikersunit Nikeri. Dus en behoefte aan snelheidscontrolemeters, tintmeters, alcohol, ademanalyseapparaten, de behoefte aan een arrestantenbus. Al deze zaken zijn met mij gecommuniceerd. Weegbrug. Ook de behoefte aan een weegbrug, zodat het transport over de wegen gemonitord kan worden. Hierover zal er heel binnenkort een gesprek, een bespreking zijn tussen mijn persoon, mijn collega van OWI en de DC, de deken der DC's, als ook DC van Nikeri en de DC van Saramaka. Dus we gaan samen kijken hoe we op
oplossingen kunnen bedenken. Het Food Basket project dat basisgoederen tegen betaalbare prijzen beschikbaar stelt, gaat gestaag door. President Santokki opende op 27 april de vierde Food Basket Outlet aan de Fredericiweg in Nikeri, na 4 maanden van voorbereiding. De gemeenschap wordt nu uitgenodigd om de impact van deze keuze te laten zien. Hierbij de volgende reportage. Nou, we doen travasi. Nou, we zijn ook kong naar haven. En voor haven gaan we rechtstreeks naar Winkri. Je begrijpt? Dus aan dat we weer besteld moeten kopen, dan schrijf je money weer pay. Lek de trouwen. Maar nu gaan we rechtstreeks naar Winkri. De schakel nog daar. Dan we zoeken vrijwilligers. Want voor je jour van panty. Dan pijt op, dat prijs zou steekbakken. Dus dat hier kom ik hier een structuur. Pelgeluk vrijwilligers. Zou een potassak, een container naar je osso, ook een beveiliging. Zou een gietje in zo'n vrije tijd. Voor serie en kari abirti kom ik abirti happy. Dat na idee voor Food Basket. Nou, een onderdeel van ons sociaal programma. En we beginnen met 12 producten. We gaan naar 20, want de opdracht is nu brengen naar 30 en daarna brengen naar 40. En die kip moet ook erbij. We hebben gesproken met Helischek, laat die kip nu ook erbij komen. En u kunt zien wat die prijzen zijn. Die prijzen zijn laag. Op een goede wijze. Met betrokkenheid van de gemeenschap. Maar hoe is die Food Basket hier gekomen? Het is een heel groot probleem geweest. Waarom? Omdat er een beleid is door het team dat alle district, alle de resort moest vinden. Maar als je het hebt, een serie. Wat is van een serie? Tweede is dan, als je het kon, als je het serieus doet. If I know the serious, that was his problem. A Food Basket, that was what takroening. And plus sharing, boom fasi op tijd. Want to Food Basket, 11 euro a month, 12 euro a month, akba. Akba. The enige wat jullie moeten doen is laat iedereen te kopen. En als dat er mij kwam bij jou, dan mag ik zeggen, die is de moro dieren dat. En Nikeri heeft al 3. Toch? En mevrouw Tokarso Tiffany zegt one wang toe. Ze is al 4 maanden met me bezig. 4 maanden. Ik heb het team gevraagd. Het team zegt ja, maar er zijn al 3. Maak die maar evalueer van Asan Waka. Want als je 4e brengt en die eerste werkt niet goed en de tweede werkt niet goed, begrijp je evalueer. Dat is afgelopen weer gezegd en nu was het voor mij genoeg. Maak die maar voor moe. Heb je al geëvalueerd? Nu moet je eentje daar brengen. En zo is het komen. Binnen een week was het hier. Dus nu is het aan jullie om aan het team die feedback te geven. Wow, ja, we hebben een goede keuze gemaakt. Dat jullie de durf genomen hebben om de buurt te helpen. Dat is een gedurfde stap. Maar jullie gaan de gemeenschap helpen. De onderdirecteur Sportaccommodaties en Ruimte van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, John Atida, heeft op vrijdag 26 april de buurtorganisatie Kasaba Olu en Omgeving geïnstalleerd. Dit vond plaats op het complex van de Anton de Kom Universiteit
waar een deel van het managementteam van het departement is gehuisvest. De buurtorganisatie krijgt voor een jaar het mandaat om het beheer van het DC Samson Sportcomplex over te nemen. Het ministerie heeft een faciliterende taak naar de gemeenschap toe. En het is een sportministerie. En een van de taken is om te faciliteren, niet alleen op het gebied van sporttechnische assistentie, maar ook om ervoor te zorgen dat de sportfaciliteiten, de infrastructuren, op een gewenste manier en ter beschikking gesteld kan worden voor de gemeenschap om de verschillende takken van sport te kunnen beoefenen. Dus van daaruit hebben we gekeken, we zijn landelijk bezig, maar DC Samson is een van de plekken waar we eerst hebben gepakt, omdat daar er een brandende issue was. Maar de bedoeling is feitelijk om het beheer daar te regelen, zodat er optimaal gesport kan worden, zodat er optimaal de verschillende takken van sport beoefend kan worden. Dus het ministerie zelf wil faciliteren, maar natuurlijk, zoals u weet, we hebben niet altijd alle handen in huis. Vandaarom zeggen we van, we gaan samenwerken met stichtingen, we gaan samenwerken met buurtorganisaties die capabel zijn, buurtorganisaties die de capaciteit heeft om invulling te geven aan het beleid van het ministerie. En in dit geval hebben we de buurtorganisatie van Kasaba-Olo en omgeving bereid gevonden om dat te kunnen doen. En ja, we zeggen van, we gaan ervoor, omdat we ook geen stagnatie willen brengen in de omgeving. Kasaba-Olo is een kinderrijk buurt. Er zijn tal van sportorganisaties daar. En we willen hun in de gelegenheid stellen om gebruik te kunnen maken van de sportfaciliteiten al daar in Kasaba-Olo. De bedoeling is dat, een van de dingen dat opgenomen is in het Nationaal Gericht Sportbeleid is dat het ministerie zich sterk wil maken voor het identificeren en ontwikkelen van talenten. En als we praten daarover, dan zijn er een aantal basisdingen die we moeten doen. Of een aantal basisdingen die we in huis moeten hebben. Een van ze is de sporttechnische assistentie. Maar daarnaast hebben we ook de sportinfrastructuren ook. En de bedoeling van het ministerie met DC Samson Sportcomplex is dat we daar al dus zodanig willen inrichten. Toch? Tenminste met de minimale randvoorwaarden. Zodat er sprake kan zijn van talentenidentificatie en talentenontwikkeling. Het is best wel te betreuren als u even nagaat hoe de sportontwikkeling, hoe het verloop van de sportontwikkeling is geweest in de afgelopen decennia. Dan gaat u zelf zien dat er niet zoveel is gedaan aan de sportontwikkeling. En vandaar dat er ook toentertijd heel veel talenten verloren zijn gegaan. En wij van de regering nu, van ROS, zeggen van nee, we willen ervoor zorgen of we willen voorkomen dat talenten in mindere mate verloren gaan. En we hebben alvast aanvang gemaakt in die richting. En dat is wat we vandaag hebben gedaan. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.